We zijn onderweg naar Noyon op het Canal du Nord, waar we gaan laden. Daarvoor moeten we onder een paar lage bruggen door en een paar lage sluisopeningen. Dus daarvoor moeten we grand ballast zetten. Dat wil zeggen dat we water in het ruim moeten gaan zetten. Want anders is het schip te hoog om onder die bruggen en zo door te kunnen. Dus ik maak nu de opening klaar, waardoor het buitenwater het ruim in kan stromen. En we hebben er ook voor gezorgd dat de opening waar het water weer weggepompt door kan worden, ook open is. Dan kunnen we zo water gaan zetten. Je hoort dat ik de afsluiter in de machinekamer opendraai en dan komt het water naar binnen toe. Dat water laten we een hele tijd naar binnen stromen. Het moet een aardig eentje zakken. Dus dat duurt wel een uurtje. Nu staat er voldoende water in het ruim. Dus de afsluiter kan weer dicht. En dan kunnen we zo gaan varen. En we liggen nu dus aardig achterover. Dus vooruit zien we niet zoveel. Maar we hebben gelukkig aan de zijkanten spiegels. En die gebruiken we om vooruit te kunnen kijken. Maar we gebruiken dus bijvoorbeeld ook de AIS om te zien of er een schip aankomt.
Dit is de eerste brug. Het is altijd even spannend om te kijken of je berekeningen ook inderdaad kloppen. Dus daar gaan we even heel voorzichtig onderdoor. Bij het voorschrift hebben we genoeg ruimte, dat is het probleem niet. Het gaat natuurlijk om de achterkant. Dus ik ga even buiten kijken. Het schip vaart zelf ondertussen even door. Even over het stuurhoed heen kijken of het ook echt past. De stuurhoed is het hoogste deel. Hier zijn we bij de eerste sluis. Dat is niet zo heel ingewikkeld. Je ziet ook niet zo heel veel. Maar we hebben nog steeds onze spiegels. Dus dat zijn we wel gewend. Je ziet het schip aardig heen en weer bewegen van stuurboord naar bakboord. Dat komt door de ballast, het water in het ruim. Daar is hij heel erg rank, dus daardoor beweegt hij heel erg. En dat is iets waar we echt wel op moeten letten. Je kunt bijvoorbeeld niet te hard een bocht door, je moet vrij voorzichtig manoeuvreren. We gaan nu een schip tegemoet komen, een jacht, en die zien we heel duidelijk in de spiegels. Niet op de AIS helaas, want hij heeft geen AIS, maar de spiegels kunnen we goed zien en hij gaat ook heel netjes opzij, dus is geen enkel probleem.
zijn nu bijna bij het Kanaal du Nord. En de twee bruggen waar we nu onder doorgaan, die zijn erg laag. Dus dat is altijd even de vraag of dat ook past. Het probleem met de kanalen is altijd dat het water niet in alle panden per definitie even hoog staat. Dus als je onder een brug door kan in het ene pand, wil niet zeggen dat als je een sluis geweest bent, dat de volgende brug ook per definitie past. Want het waterpeil in dat pand kan best een beetje anders zijn. Dat komt veel voor, daar hebben we veel mee te maken. Dus je moet iedere keer toch weer even opletten. De sluis staat al voor ons open. We hebben groen licht. En zo in de opvaart, als de sluis zo groot is, dan is het niet zo heel erg ingewikkeld. En zoals ik al vaker zeg, we hebben onze spiegels. Dat kun je vergelijken met een vrachtauto of een bestelauto, waarmee je ook als je achteruit rijdt, ook op de spiegels manoeuvreert. Nou, dat doen wij bij het invaren.
niet snel genoeg. Dus ik kan hem niet snel genoeg van de ene kant naar de andere. Ik kan er niets aan doen. Nee, inderdaad. Het roer is gewoon te langzaam. Ons roer is elektrisch, wordt elektrisch aangedreven. En we hebben hele grote roeren. En dat is lastig zo met leeg schip in dit soort omstandigheden invaren. Daar heeft de vorige eigenaar ons ook al voor gewaarschuwd. En ik had deze keer geen kopsoef bij staan. Daar hou ik niet zo van voor dit soort sluizen. Maar ik ga het bij de volgende toch wel proberen, want dit ging me iets te grof. We zijn ondertussen boven aangekomen. Je ziet het natuurlijk niet, maar er ligt een schip van 80 meter voor ons, voor de sluis, te wachten. Dus moeten we eerst uitvaren en dan een beetje een bakboord opzij. Om er langs te varen en dan na de brug komen we bij de volgende sluis. Er ligt dus pleziervaart in de sluis. Zij komt zo naar beneden, dus daar wachten we even op.
deze sluis varen we in met de kopschroef erbij. Voor het invaren zelf, het gaatje vinden, is dat niet zo belangrijk. Maar daarna wel, dan heeft hij echt de neiging om tegen de wanden aan te stoten met de voorkant. En dat kan je met die kopschroef heel netjes opvangen. We zijn op onze laadplek aangekomen. Een collega is al voor ons aangekomen. De Galway die gaat voor ons laden. En die is al bezig zijn ballast eruit te pompen. En wij gaan vastmaken en dan gaan we dat ook doen. Die ballast eruit uithalen. We hebben een speciale pomp in de machinekamer staan om die ballast uit te pompen. Een sterke pomp, zoals die grote straal die je daar ziet. En tegelijkertijd hebben we nog een tweede pomp in het ruim gehangen. Die hebben we alvast aangezet, maar dat is natuurlijk in verhouding niet zo heel sterk. Maar die gebruiken we bij het schoonmaken om het water wat we daarvoor nodig hebben weg te pompen. Dus die hebben we er alvast in gehangen. Dit is een vooraanzicht terwijl we water nog aan het uitpompen zijn. Je kan zien hoe laag de stuurhut nog is. Hij steekt niet echt iets boven de kop uit, maar niet zo heel veel. En nu zijn we leeg en dan kan je zien dat de achterkant een stuk omhoog is gekomen. Kijk maar naar de boulders en zo aan de achterkant, dan kan je dat goed zien.
Dus nu moeten we het ruim nog even schoonmaken. Want als je ballastwater zet, krijg je bijna altijd vrij veel modder en zo naar binnen toe. Die moeten nog even uitgespoten worden. En dan zijn we weer klaar om te laden. Weer bedankt voor het kijken. Like, subscribe als je wil, als je het filmpje leuk vindt. En we zijn ook op Petjeaf en op Patreon. Daar kun je ons financieel wat steunen. Dat zou veel helpen. Bedankt.